Ik heb al zoveel zin in vakantie, al zo lang. En jullie ook, jullie zijn er echt naartoe. Het kan waarschijnlijk jullie laatste vakantie zijn, zo oud als jullie zijn. Kijk, hier links heb je ons resort. Oh, Wat mooi, hè? Hier dan vanochten wij. Je hebt ook een zwembad hier. Kan ik wel even een toertje geven? En eigenlijk weet ik ook niet hoe we hieruit komen. Dat is de volgende missie. Ik denk dat we zijn opgesloten hier. Volgende missie is hier weer ontsnappen. We zijn 1-2 seconden, maar ik wil nu alweer weg. Jongens, daar gaan we. Hey, nou, niet doen. Nee. Toast! Ja! Au. En nu snel naar de kant. Wat kom? Ik heb altijd goede plan. Oh nee. Ik vond het gezellig met je. Ik ook. En sorry dat je zo moet eindigen. Die boot. Was omdat hij niet overvaart. Toos. Nee, jij ook al. Moet ik jou ook al achterlaten? Nee. Toos is ook dood. Ik ben ze allebei kwijtgeraakt in dit heftige avontuur. Ik ben de kijkers. Ik heb het gewoon gehaald. Nu ben ik hier ook nog eens gestrand. Hoe kom ik naar huis? Ik ken deze locatie ook helemaal niet. Waar ben ik nou? Kan ik hier ook vernachten? Ja, oh, hier voel ik me ook wel een beetje thuis eigenlijk. Hier heb ik een beetje, kan ik maken. Dit had ik nooit moeten doen met ze. Oh, hoe kom ik hier nou weg? Hoe kom ik nou weer naar huis? Hey, dat is lang geleden. Hallo, beste kijkers. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Inky en dat is lang geleden. 3 maanden geleden ben ik de opa's verloren in het water. 3 maanden geleden was het einde van hun leven daar. En ik zit al 3 maanden vast op dit eiland. Oh, wat is het lang geleden. Ik heb al helemaal een auto gemonteerd. En dit is mijn hele huis geworden. Ik heb de garage helemaal mijn eigen gemaakt. Ik heb alleen geen verf kunnen vinden om deze mooie roze te maken. Maar dat maakt niet uit. Oh, ik ben ook al helemaal over de dood van opa Toos en opa Gerard heen. Allebei verdronken althans. Toos was verdronken en Gerard struikelde over een steentje. Mogen ze rusten in vrede. Maar voordat deze video begint, dank jullie wel voor de support. Oh, we zitten op 121.000. Althans, bijna op 121.000. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer zeker even. En laat even in de reacties weten sinds wanneer jij bent geabonneerd. Al is het sinds nu. Dat zou hartstikke leuk zijn. Al is het al een jaar, zou het ook leuk zijn. Dus zoveel mogelijk reacties een hartje geven. Maar kijk eens, 3 maanden op dit eiland. En ik heb denk ik eindelijk een ontsnappingsplan. Nou, kom op motor. Hè. Oké, ik heb denk ik eindelijk een ontsnappingsplan. Het is ochtend. Ik moet richting het vliegveld kijken. Want ik moet de laatste materialen bij elkaar halen. Oh, en als ik de laatste materialen bij elkaar heb, dan kan ik eindelijk de boot monteren. Hé, kom op. Hekje eraf. Goed zo. Jij hoort je niet. Oh, ik kan niet wachten tot ik die boot kan monteren. Want dan kan ik eindelijk weer naar huis. Ik weet niet eens meer hoe de stad eruit ziet. Dat is zo lang geleden. Dat is echt veel te lang geleden. Oh, ik had ook nooit op vakantie moeten gaan met opa Toos en opa Gerard. Oh, ze hadden nog zo lang kunnen leven. Althans, ze waren oud. Ik denk dat ze het niet langer dan 4 maanden hadden volgehouden. En daar zijn we dan. Kijk, ze zijn aangekomen bij het vliegveld. Ik ben toch zo benieuwd of ik mijn spulletjes kan vinden die ik nodig heb. Dus laten we die snel heen gaan. Nou, dan gaan we eerst even tanken. Oh! Oh! Want jouw liefde. Wie is de god van onze motor? Hé? Hey. Is het nou? Ben jij helemaal krankzinnig? Wacht eens even. Geen torso, geen armen. Jij bent Toos! Nee! Hè? Wie zijn jullie? Wie zijn wij? Jullie leven nog! Ja, wat dacht je dan, joh? 3 maanden! Ja, 3 maanden. We zitten op hetzelfde eiland! Hoe heb ik jullie nooit eerder gevonden? Wat is er met jullie gebeurd? Jullie zien er niet uit! Alles groeit er bij je heel hard. Maar jij was gestruikeld over een steen. Jij was verdronken. Helemaal niet. Jawel! Ik was kaal. Kijk wat ik op mijn hoofd heb. Waar komt dat vandaan? Waar komt het daar vandaan? Ik heb wel wat zaadjes genomen die ik hier had gevonden. Wat heb jij dan op je hoofd? Jij hebt wat zeewier, maar dan wit. Nee, Gerard heeft mijn haar geknoopt. Maar hoezo zijn jullie niet terug naar de stad? We kwamen niet terug. Maar we zitten hier pas 3 uur. 3 uur? Waar? Hier? Ja. Wat hebben jullie? Gewoon op het eiland. 3 uurtjes toch, Gerard? Jullie zien letterlijk, het is 3 maanden geweest en het valt te zien. 3 maanden? 3 maanden hebben we hier gezeten. Nee joh, 3 uur, gek. Nee, niet drie uur. Het was toch 3 minuten? Ik heb een plan bedacht hoe wij hier weg kunnen. Dus stap in. Maar ik heb nooit hulp geroepen, hè? Gerard? Nee. Ik heb hier ook vastgezeten. Ja, maar jullie waren dood. Wij lieten samen Gerard achter Toos. Dat hebben we samen gedaan. Dat was, niet waar. Jawel, dat was een beslissing die we samen hebben gekozen. Je kon toch ook gewoon een armpje hebben dat ik weer opstond? Kan jij voor mij de toeter meenemen van die motor? Alleen de toeter? Alleen de toeter. Oké. Dat is het laatste wat ik nodig heb en dan is mijn boot af.
Oké, ik heb hem. Oké, nou nee, stap maar achterin met de toeter. Jezus, heel die ophanging gaat naar achter. Wat, hoe is het met jullie? Ik heb jullie zo lang niet gezien. Nou, 3 uur, hé. Nee, jullie zien er niet uit. Het is 3 maanden geweest. Ik heb mezelf nog verzorgd in die 3 maanden. Jij zegt dat jij je hebt verzorgd. Ik weet niet hoe lang jij die kleding aan hebt. Nou, ik heb me gewoon prima verzorgd in die 3 maanden. Ah! Hallo? Kijk jongens, hier heb ik gewoond al die tijd. Hé, hey, er staat een nieuwe auto. We zijn alleen onze hoed... Ah, zakkabakkie. We zijn alleen onze hoedjes kwijtgeraakt. Oh, die heb ik. Hier, al die tijd. Wacht even. Ik dacht dat jullie dood waren. Wacht, die heb ik. Ik heb al de tijd die hoedjes bewaard. Die was bij jou toch? Die heb ik meegenomen toen jullie dood waren, zeg maar. Ja. En ik heb jouw hoedje heb ik ook. Jij is stuk. Mijn haar komt erachter. Ja, mijn haar komt er ook door. Kijk maar. Ik zie het. Kom. Wat doe je thuis? Kan je even kijken of er benzine zit, Gerard? Gerard, daar, die blauwe! Die blauwe daar! Nee, die blauwe, daar ja! Die hebben we misschien nodig, kan jij even kijken of die werkt? Die hebben we nodig voor de boot. Jullie rijden achteruit! Nee, ik rij wel naar voren hier. Ik ben zo blij dat Gerard er weer is, ik heb hem zo gemist. Ja, ik ook! Ja, ik ook! Gerard! Gerard? Gerard! Nou, die is hij toch helaas overleden. Gerard! Gerard! Hey! Laat hem achter, Toos, of? Jongen, wie plust mij? Ik heb het heet! Waarom heb je die? Hoe kom je eraan? Kijk, help! Hoe kom je eraan? Help je! Ik had het zo ongelooflijk heet! Dat heb ik geleerd hier op het eiland. Altijd de brandblusser meenemen. Maar wat doen we nou met Gerard? Gewond op mond, Gerard! Nee, ik wil niet met jou zoenen. Werkt het? Gadverdamme, wat heb jij gegeten? Toos, we laten Gerard denk maar gewoon achterin. Dat lijkt me wel beter. Dat lijkt me beter plan. Gerard, stop alles gewoon in de kofferbak of zo. Nee, we laten hier liggen, joh. Dit is dierenmishandeling. Nou, ik stap in, Toos. Mag ik heel even rijden? Ik heb een idee. Gerard, ik ga je even onder het zand begraven. Nee. Oh, dat is wel een goeie. Ja. Zo. Daar zijn we ook weer vanaf. Nou, laten we gaan. Ja, dan is hij zo weg. Even kijken hoor. Heeft hij al genoeg zand? Ja, hij is weg. Kijk, niks meer van te zien. Niks meer van te zien, dat is top. Waar moeten we heen? Naar de haven hier. Je hebt 3 maanden met Gerard overleefd. Ik kom 2 seconden aan en Gerard is dood. Ja. Dit is de haven. En dan bij het water heb je een boot staan. Oh, wat mooi. Niet deze boot, deze stuk. Oh ja, hier mooi. Naar rechts, nee, hier naar rechts, dit is boot niet. Oké, stap in, Toos, we gaan. Het heeft wel gewerkt. Nou, zo. Gerard, die hebben we begraven op het eiland. Die hebben we niet meer nodig. Ja, precies. Ik ben eindelijk naar huis en kijk, de toeter werkt, anders hadden we echt niet weg kunnen varen. Auw! Veel te gevaarlijk zonder toeter. Ik had wel gehoopt, zeg maar, ik dacht dat ik vandaag alleen terug naar de stad zou gaan. Maar het feit dat ik nu samen met jou ben... Kijk, we hadden Gerard er ook bij, maar ja, Gerard is helaas wederom... Maar het feit dat ik nu al met jou ben, maakt me zo blij. We zijn er bijna, Toos. Oh, eindelijk! Eindelijk! Ik heb rugpijn. Je hebt rugpijn. Auw! Wat dan? Auw, nou, dat hele tijd dat gehobbel. Oh. Oh, wat zijn we lang niet meer... Ik ben hier zo lang niet meer geweest. Ik ook niet. Ik heb de stad zo gemist. Ik niet. Nee, ik ook eigenlijk. Nee, ik vond wel lekker rustig op het eiland. Geen politie, geen gezeik. Ik vind het wel lekker rustig zonder Gerard, moet ik wel zeggen. Ja, ik ook. Heerlijk. Ik geef wel echt even de rust. Wat parkeren we hier gewoon? Ja, gewoon naar boven. Hoppakee. Hoppakee. Kijk. Top. Hier staan we top. De stad. Ah. Vloer waar ik niet met mijn voeten wegzak. Oh. Zo. Hoe voelt het nou? Hard. Oké. Wat is dit? Wat? Hey! Gerard, wat doe jij hier? Hoe kom jij hier? Hoe kom jij nou hier? Ik ben jullie taxichauffeur. Ik kreeg een belletje dat ik 2 idioten moest ophalen bij het plezierhaven. Ja, maar hoe kom jij hier? Jij was dood! Maar als jij hier bent, wie was dat dan? Wie? We hebben jou net begraven. Ik heb net al 3 rietjes aan. 3 rietjes? Ja. Wie is dit hier voorin? Wie is dit dan? Nee, maar dat is iemand die ik al mee heb. Ja, maar ik wil voorin. Nee, maar dat kan niet. Maar acht. Nee! Eruit! Pak een doos! Pak een doos! Ik pak hem! Toos! Hey! Gerard! Pas op! Hij rijdt weg! Mijn klant! Daar gaat je klant! Stap in, jongens! Nou, laten we Gerard weer achter. Ja! Nee, grapje, we laten hem niet nog een keer achter. Kom maar, Gerard! Oh! Gerard! Nee! Waarom? Deze voor je! Deze! Gerard! Maar waarom ben ik al die spinuit van zinloos geweld? Mijn rug! Moet ik je helpen, jongen? Jongen! Hey, ik heb weer een idee! Hij ligt hier, we kunnen wel naar de put duwen.
We kunnen wel de put even induwen. Duwen hem de put in. Sorry, Gero. Niet de put in. Waarom gebeurt dat bij jou? Doe het met de auto. Ja, ik zal hem de put induwen. Gero. Nee. Ik duw je wel even de put in. Au. Je bent er bijna. Au. Zo. En de put in. Hoppakee. Zo. Die hebben we de put ingebracht. Stap in. Zo. Nou. Laten we hem weer achter. Nou, deze keer is hij echt dood. Hier. Het ging oprecht per ongeluk dat aanrijden. Dat was niet mijn bedoeling. Arme Gerard, altijd de pineut van zinloos geweld. Helaas. Wat gaan we nou doen zonder hem? Nou, laten we in ieder geval even mijn auto ophalen. Die heb ik echt gemist. Welke auto? Mijn auto. Oh, die zag ik op het nieuws. Die is verkocht. Nee! Die, ja, volgens mij wel. Hoe heb jij het nieuws kunnen zien? Met een satellietschotel. Maar hij is had ik zelf gemaakt. Auto. Echt? Ja, volgens mij wel. En wie heeft hem gekocht? De politie. De politie heeft hem gekocht? Ja. Oh nee, Toos heeft een scooter. Oh nee, een scooter. Ik hou je wel stevig vast hoor. Ik hou je goed vast, Toos. Zit er iets in dat achterhoofd van jou? Toos! Ben je er nog, Toos? Zit er iets in dat achterhoofd? Niet doen! Heb je nog wel hees in de Toos? Volgens mij is het een en al zaagsel bij jou. Nee, hou op! Volgens mij is het een en al zaagsel. Blijf van mijn hoofd af. Nou gaan we even aangifte doen omdat mijn auto is gestolen door de politie zelf. Dit is een mooie plek. Zo. Nou, daar gaan we. Met helemaal Toos dat mijn auto wederom is gestolen. Zat. Zo, daar gaan we. Goeiedag meneer. Goeiedag. Dat meen je. Wat doe jij nou hier? Gerard! Ik werk hier al een tijdje bij Rest. Jij was dood voor de tweede keer. Nee. Jawel, ik heb je nog in de put gegooid. Ik heb net een paar factuurtjes geschreven. We hebben je letterlijk... In de put geduwd. In de put geduwd en daarvoor nog maar wacht eens even. Ja. Als jij hier bent... En er was net ook iemand daar. En er was ook iemand dan op het eiland. Wie ben jij? Ik ben Rogera. Jullie kennen me toch wel, of niet? Wie ziet letterlijk dat jij het bent, ook door je lange haar. Jij bent het. Hoe kom je nou weer hier? Nou, ik ben hier. Ik ben gewoon van 8 uur 's ochtends zit ik hier al te sproetelen. Ja? Nee, je zit niet sinds 8 uur 's ochtends te sproetelen hier. Jawel. Maar Gerard, mijn auto is gestolen. Ik wil aangifte doen. Oh, jullie motor wordt momenteel gestolen. Nee! Door wie? Dat weet ik ook niet. Wacht even. Hey, kom terug, meneer. We gaan hem pakken. Stap in. Toos. Waar is hij heen? Rechtdoor. Oh ja, pak hem. Naar links dan. Naar links. We gaan hem pakken. Hij heeft de scooter gestolen. Stoppen. Meneer, stoppen. Uitstappen. Ik heb mijn scooter. Afstappen. Hij moet niet ontsnappen. Zet de sirenes aan. Tatu. Stoppen. Nog 10 meter en dan houdt de auto op. Nee, niet nog 10 meter. Dit redden we, Gerard. Oh. 10 meter waren correct. Toos, waar is hij? Kom maar! Stap bij Toos in, stap bij... Auw! Ah! Dat was niet eens ruimte om uit te stappen, Henk. Nee, auw! Hier is hij! Spring eruit! Gerard, hou hem tegen, auw! Spring eruit! Auw, Gerard! Pak hem, Gerard! Nu is het klaar met jou! Stil hem terug! We hebben hem! Ik heb de motor, ik heb de scooter! Stap achterop! Ja, ga je weg! Auw! Auw! Hey joh! Deze voor je, Henk. Deze voor mij! Pas nou op! Er rijden auto's, want ik kan niet op de snelweg, jongens! Nee, laat mij nou niet achter! Hij is voor mij! Nu is het klaar! Oh, jij zit! Ja, nou we gaan, jongens! Laten we gaan! Auw!